We zien hier werk van Laurent Grasso, kunstenaar die aan de Spaanse kust in Cartagena een werk heeft gemaakt. Dat bestaat uit beelden van de zee, zie ik nu. Maar wat houdt het werk juist in? Of wat is de beweegreden van zijn oeuvre? Waar gaat zijn oeuvre eigenlijk over? Dus Laurent Grasso is een kunstenaar die eigenlijk doorheen zijn hele oeuvre heel veel met het thema van angst gespeeld heeft. Maar op heel veel verschillende manieren. Dus in de tentoonstelling zullen we ook nog totaal andere werken van hem zien. Dus er zit nog een andere film van hem in, maar ook een schilderij, een sculptuur. Dus een heel veelzijdige kunstenaar die eigenlijk rond dezelfde thema's vaak met verschillende media gaat werken. En hier zien we een video? Ja, dus de film die we hier zien gaat eigenlijk in relatie met het werk van Els van der Meers dat hiernaast staat, gaat eigenlijk vrij letterlijk over dat panopticon. En dus hij is eigenlijk gaan filmen dus van die oude forten langs de Spaanse kust die daar al eeuwenlang staan. En die dus dienst doen als strategisch uitkijkpunt om vijanden te zien afkomen van op de zee. En die forten die worden eigenlijk nu nog altijd gebruikt door het Spaanse leger als uitkijkpost. Dus met dat verschil dat zij niet enkel nog vanuit die gebouwen kijken, maar dat daar ook een heel arsenaal aan technologische surveillance apparatuur is bijgekomen. Dus die forten kan je eigenlijk een beetje zien als een soort van archeologische opeenstapeling van verschillende versies van het panopticon. Nu zien we een stuk van die forten die aan de Spaanse kust liggen. Ja, dus de film is eigenlijk zo opgebouwd dat hij afwisselt tussen het beeld vanuit de uitkijkpost en dan langs de andere kant, zoals we nu zien, zien we eigenlijk de beelden die je zou zien als vijand die de kust benadert. Dus de film is eigenlijk ook een beetje, gaat ook over de blik van de camera en hoe dat de toeschouwer zich daarmee vereenzelvigt.